de verantwoordelijkheid van de staat om te zorgen voor een veilige rijweg weegt zwaarder dan de verantwoordelijkheid van de veroorzaker van de eenzijdige aanrijding met dodelijk afloop. Zo oordeelde kantonrechter Roy Elging bij de behandeling van de zaak waarbij Joshua Singh de veroorzaker was van een eenzijdig verkeersongeval waarbij twee mensen het leven lieten. En het ongeval dat in juni plaatsvond in het district Koroni ontstond toen Singh, die boven de toegestane maximale snelheid reed, ineens moest uitwijken voor een kuil op de weg. Het voertuig belandde in een kanaal waardoor de schoonmoeder van Singh en haar kleindochter om het leven kwamen. De rechter oordeelde dat, hoewel Singh schuld had door de toegestane maximale snelheid te overschrijden, het nalaten van de staat om de rijweg veilig te maken voor het verkeer zwaarder weegt. De staat had de aanrijding hoogstwaarschijnlijk kunnen voorkomen door de grote kuilen te dempen of tenminste een waarschuwingsbord te plaatsen voor het naderende gevaar. Op basis hiervan werd Singh vrijgesproken voor het veroorzaken van een aanrijding met dodelijk afloop. Echter is Singh op grond van het hebben van een vervals rijbewijs wel veroordeeld tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.